Willkommen bei KLM Surprise. Mit unserem Social-Media-Werkzeugkoffer bewaffnet, haben wir unser kleines Experiment begonnen. Schritt Nummer 1. Finde KLM-Passagiere, die über KLM Foursquare Locations eingecheckt oder eine Nachricht über Twitter hinterlassen haben. Schritt Nummer 2. Durchsuche ihre Social-Media-Profile, lerne sie kennen, diskret natürlich, um dir ein individuelles Geschenk für sie zu überlegen. Nichts Aufwendiges wie etwa ein Haus oder einen Sportwagen. Kleinigkeiten, klein genug fürs Handgepäck. Schritt 3. Finde sie und übergib das Geschenk. Schritt 4. Wiederhole die Schritte 1 und 2, bis du entweder erfolgreich warst, Langeweile eintritt oder sich Blasen bilden. Der Abi ist doch nicht an Bord. Ich muss einmal durch die Security heen und so, aber die zit nicht auf die Flucht. Omdat zij een heel sportief iemand is en een weekend Rome gaat doen, dan is het misschien leuk als we haar zo'n Nike Plus bandje geven. Ja, wel heel leuk. Dan heb je dat niet nodig. Linda Bomhoff. 100% zeg je dat het er is, want ze kreeg net een bericht, denk ik. Ik hoorde haar KLM zeggen. Goedemiddag. En je liet ons weten via Twitter. Ja. Dat je met ons reist vandaag. Ja. Dus we hebben een kleinigheidje voor je gekocht. Nou, wat leuk. Om je een hele fijn weekend is het geloof ik, hè? Fijn weekend te wensen. En omdat je sportief bent kun je daar de afstand meten en hoe lang je erover doet. Hartstikke leuk. Maar het zit er al niet goed voor je. Daar loopt hij. Hoe heet je? Pim. Gelukkig hebben we je gevonden. Ja. Hoi. Hoi. Dag. Pim, je hebt laten weten dat je met ons vliegt vandaag naar Washington. Ja, dat klopt. Dus we willen je verrassen met iets, een kleine aardigheid. Je bent als van je iPad verstuurd, toch? Dus we hebben het een goedbon voor je van 15 euro. Om apps te downloaden. Dat is leuk, dankjewel. Tot ziens. Nou, hij is op Twitter staat, in Mexico huisjes bouwen voor daklozen op initiatief van Hopeplan. Pleisters, middelgam, of weet je, of hoe heet dat spul van tegen... Ja, E24, vlucht KL0783. Meneer heet een medebok, hè? Ja, zo heet hij. Natuurlijk wel even kijken op mijn iPhone. Ik ga die meneer even opzoeken. Ik heb zo'n klein fotootje. En medebok, zoek je die? Die zou er moeten zijn. Hij gaat huisjes bouwen in Mexico. Hallo. U reist vandaag met ons naar Mexico? Ja, dat klopt. En u gaat daar iets moois doen, of niet? Ja, dat klopt. Yes. Heel eerlijk, via Twitter heeft u een berichtje gestuurd dat u op Schiphol was en dat hij met ons naar Mexico vloog. Alsjeblieft. Voor wat energie en wat verzorging. Een hele fijne reis. Ja, bedankt. Een mooie reis. Hallo. Ah, u bent meneer Meuneman. Ja. Dag meneer Luisberg. Dat ben ik. Bent u mevrouw Bergen, mevrouw Sauenaar. Hallo. U gaat vandaag naar congres op zoek naar nieuwe verbindingen. Wat waarschijnlijk ook wel over social media gaat. Ja. U heeft vandaag via Twitter laten weten dat u met ons reist naar Cairo. Ja, dat klopt. En dat vonden we in dat verband zo leuk dat we u een kleine verrassing willen aanbieden. Dus bij deze hopen dat u een hele fijne reis heeft. Het is een bioscoopbon voor de social network. Die wil ik graag zien. We wensen u een hele fijne reis, een inspirerend congres. We kregen een berichtje van uw buurman en we dachten wat leuk, want hij zei, nou mijn buurvrouw is echt een voorbeeld, want ze is al een beetje op leeftijd en ze reizen nog zoveel. We hebben een klein cadeautje voor u en we hebben ervoor gezorgd dat u een stoel met extra beenruimte, Economy Comfort heet dat, voor u op de heen- en op de terugweg hebben geboekt. Dus dan zit u wat ruimer. Ik vind dit gewoon fijn. Ja? Ja. Goedemiddag, ben jij Eefke? Ja. Niet schrikken. Hoi. Ben je klaar voor New York? Ja. Je liet via Twitter weten dat je naar New York ging. We hebben gewoon iets kleins voor je, kleine rijtje. Niet schrikken hoor. Super, dankjewel. Ik zat daar meteen even twitteren. Nach wochenlangem Geschenke verteilen wurden uns ein paar Dinge klar. Im Zeitalter sozialer Netzwerke ist es viel besser, etwas zu tun, was einen anderen wirklich zum Lächeln bringt, anstatt einen Smiley anzuhängen. Aber was am wichtigsten ist, offenbar kann eine Fluggesellschaft tatsächlich Social Media nutzen, um ihre Kunden zu überraschen und gleichzeitig ihren Tag ein wenig zu verschönern. Und das ist nicht nur eine Schätzung. Wir wissen es, weil sie es uns gesagt haben. Und ihren Freunden. Und das nicht so knapp.